heeft met je zakken vol juwelen, gestolen van de slachtoffers voor je Poolse vrouw. Je moeder aan! Mag dat je wegkomt? Ik neem de verantwoordelijkheid van onze man niet volledig op mij. Ik ga opdracht op deze verschrikkelijke kant. Noem me dus ook man. Het enige wat ik probeer te doen is zoveel mogelijk Joden redden. Dat is een schande! Je hebt de Joodse eer beschaamd om zelf met de eer te gaan lopen. Ik wil geen eer! Ik wil levens redden! De Duitsers vroegen mij 2000 Joden. Ik had van 410 oude en zieke mensen. Hoe vreselijk dat ook is. Dat kunnen jullie me kwalijk nemen. Daar ben ik schuldig. Ik had ook mijn handen proper kunnen houden. Ik wil zeggen, wat ze maar doen. Dan hadden ze er 2000 vermoord. 3000, misschien zelfs 4000. Ja, ja, loop maar weg. Was jullie allemaal in onschuld. Maar ga, ga, smelt die heiligen. Straks kunnen jullie zeggen, wij hebben een zuiver geweten en hoeven ons niets te verwijten. Jacob Gens zal voor altijd besmeurd blijven. Menig houdt het druipen van het bloed. Ik zal voor de rechtbank verschijnen en ik zal te recht staan. En ik zal zeggen, probeerde alleen maar zoveel mogelijk Joden te redden. Soms moest dat ten koste gaan van anderen. Deed het eigenhandig. Het was mijn keuze. Voor jullie. Om jullie geweten zuiver te houden, moest ik me compleet door de strot zeuren. En mijn geweten voor jou op Gens. Dat kon ik me niet veroorloven. Ofwel soms. Van Vilna en omgeving in kaart brengen en een inventaris maken van alle boeken die in die kloosterbibliotheken aanwezig zijn. Wat heeft dat voor zin? Geen enkele zin. Het is de manier om u en mij in leven te houden. Zolang u voor mij werkt, bent u veilig. Mijn leven heeft voor mij geen enkele waarde. U gaat deze opdracht uitvoeren en ik zal daarop toezien. We hebben geen andere keuze. De Russen komen eraan. Hoe dikwijls heb ik dat al gehoord? Het is zo. Ons leger is erg verzwakt. Ze sturen nu iedereen naar het front. Dus, zolang ik voor u werk, moet u niet naar het front. Maar waarom blijft u dan hier? En staat u niet te popelen om uw vrienden bij te staan aan het front? Heer Kroek, wij zijn beiden intelligent. U voert uw taak uit en ik zie daarop toe. Gij hebt mijn familie vermoord en nu moet ik u hebben. Niet zo emotioneel, heer Kroek. Achter die treinsabotage van vorige maand zaten mensen uit dit ghetto. Bekenden van u. Ik zou dus toch maar 2 keer nadenken alvorens ik nee zeg. U kunt me nu vermoorden. Of nog eens 10.000 Joden meer. Want dat verandert niets meer aan jullie hand. En dat is? Jullie steden zullen branden. Jullie volk zal worden verjaagd en verspreid worden over de hele wereld. En door wie zullen we worden verjaagd? Door de beschaafde wereld. Alsof de geallieerden niet weten wat er in die kampen gebeurt. Waarom hebben ze daar nog nooit luchtaanvallen op uitgevoerd? Als de oorlog voorbij zou zijn, zullen ze ons nog nodig hebben. Onze misdaden zijn zo weer vergeten. We zullen zien. Ja, we zullen zien. Maar eerst moeten we overleven.
van boven aan de gattenpoort. Neem het deze uitgang. Ga je. Ga je, wat doe jij? Roek heeft ons een ontsnappingsroute bezocht. Hij zei dat we het ghetto op een veilige manier kunnen verlaten, want daar zijn geen Duitse bewakingsposten aanwezig. Kan je met ons mee? Nee. Dit is nu jouw kans om een hels te worden. Kom, Bart. En zo snel er door in te steken. Moet jij niet altijd de clown uithangen? Als je wilt gaan, ga dan. Als je mee het bos in kunt om te vechten, doe het dan. Mocht ik in uw plaats zijn, ik zou geen seconde langer wachten. Dit hebben wij gevonden in het huis van mijn moeder, van Weisskopf. Waar is de salami?
suiker, 10 kilo rijst en 5 liter olie gevonden. Overschot van het vis, herkenen. Mensen die zich verontschuldigen zijn mij erg sympathiek. Kittel, herkittel. Ik kan je bewijzen waarom hij 200 extra werkkracht. Verlos mij van die bloedzuiger! Verzet georganiseerd. Agenda punt 2. Je stond toe dat er contact was tussen hen en de partizanen in het bos. Agenda punt 3. Je misbruikte transporten naar de kampen in Estland.